Hey, hallo. Vandaag willen we jullie graag laten zien hoe wij stroom opwekken voor ons mobiele kantoor. Welkom op het dak van onze camper. Hier liggen onze zonnepanelen. We zijn heel blij met deze zonnepanelen. We hebben heel goed installatieadvies gekregen van Independent Solar Solutions. Link naar hun website kan je vinden in de omschrijving. Hierachter zit al onze elektronische apparatuur van de zonnepanelen verstopt. Dit is dus de accu, een enorm bakbeest van 30 kilo. Hier zie je de NPPT. Dat is het apparaat dat ervoor zorgt dat er niet te veel spanningspieken van de zonnepanelen de batterij ingaat. En hier is nog een relais. Daarmee zorgen we dat we tijdens het rijden wordt deze accu ook opgeladen vanaf de dynamo van de motor. En dan nog wat zekeringen voor de veiligheid en alles. Dat heeft Peter van Independent Solar Solutions ons ook allemaal precies uitgelegd hoe we dat moeten aansluiten. We hebben hier dus een telefoon en daar zit een app op. En daarmee kunnen we uitlezen hoe het met de zonnepanelen en met de batterij gaat. Het is geen hele handige app, maar het is toch wel leuk dat je kan zien wat zonnepanelen doen. Terwijl het toch aardig bewolkt is, wekken de zonnepanelen 13,5 watt op. De accu die we hier hebben, die werkt op 12 volt. Maar de meeste apparaten die je thuis gebruikt, die werken op 220 volt. Om dat nu van het ene naar het andere om te zetten, hebben we een omvormer. Die hebben we hier weggewerkt. Die moet je een beetje onhandig hier achter aanzetten. Dat heeft ermee te maken dat de kabel die we hadden gekocht net niet lang genoeg was. Dus moesten we de ingang naar de achterkant laten wijzen. Meet alle afstanden eerst goed op. Hiervoor zie je dus dan de stekker. Die gaat hier achterom naar een verdeeldoosje. En daar kan je gewoon de stekkers in doen die je thuis ook gebruikt. Een van de belangrijkste redenen waarom we zonnepanelen hebben is zodat we ons mobiele kantoor hier kunnen opzetten met een laptop. Het tafeltje past precies in het gangpad. Nou, ik zit helemaal geïnstalleerd. Mijn laptop wordt op dit moment opgeladen door de zonnepanelen. Dus ik ben helemaal klaar voor een werkdagje. Ik moet Hilde altijd een beetje overhalen om op de computer te gaan werken, want daar houdt ze niet zo van. Wat doet Hilde dan liever? Hilde werkt liever in de tuin buiten met de bloemetjes en de bijtjes, graaft kuilen.